verreden Thomas Bos. En hij start in zijn eerste grote internationale optreden tegen een gerenommeerde 10 kilometer rijder. Geir Karlstad uit Noorwegen. Karlstad 8e in het klassement. Bos 13e. In de banan, in het zak, Geir Karlstad. Met een onderling verschil van ruim 2,5 seconden, dat is dus niet zo gek veel. Maar ik zal mij benieuwen wat Bos doet tegen Karlstad. Het is een gerenommeerde tegenstander, ik zei het al. Gaat Bos zich daar op stuk rijden? Weet hij zijn eigen tempo te rijden? Kan hij dan in de buurt daarmee blijven van de Noor? Het zijn allemaal dingen die deze rit absoluut interessant gaan maken voor onze jonge landgenoot uit Den Haag. Karlstad opent na 400 meter, zijn tijd 37,9. 38,4 voor Thomas Bos. Zelfde tijd als André Jarmolin. Bos die een mooie carrière eigenlijk al achter de rug heeft. Nederlands kampioen bij de C-junioren geweest. Nederlands kampioen bij de B-junioren geweest. Vorig jaar zesde op het Nederlands kampioenschap Allround. En dit jaar tweede op het Nederlands kampioenschap 10 kilometer en vijfde op de 1500 en de 5000 meter. Tijden in beeld zijn weer even weggevallen, daarom kijk het op het scorebord. 1:13:06 voor Karlstad, de lijn 14:14:3 voor Thomas Bos. Pakken we even de tijd erbij van Jarmolin. Daar zit Karlstad nu 0,3 van een seconde onder. En Karlstad, ja, verhaal van hem is hier bekend. Het begon allemaal in 82 toen hij wereldkampioen bij de junioren werd. En vervolgens heeft hij een prachtige staat van dienst opgebouwd. Nooit dat weten te bekronen met een internationale titel later. Vanwege een onvoldoende ontwikkelde 500 meter. 1200 meter tijd van Karlstad. 1:49:06, 1:50:07 voor Thomas Bos. Openend dus alle twee in de 36ers. En 1:49:06 ten opzichte van de tijd van Jarmolin is 1,17 seconden. Stil ten gunste van Geir Karlstad. Het is altijd een genot om te kijken naar Karlstad. Prachtig voorbeeld van hoe je moet steren. Maar let ook met name op Thomas Bos. Die het heel goed doet. 2:25:06, 2:26:07. Nog weinig verschil tussen Karlstad en Bos. Dat is keurig. 2 seconden verschil nu. Van Karlstad ten opzichte van je. Hier het voordeel van de Bos heeft een zeer acceptabel debuut gemaakt hier op het Europees kampioenschap. Het begon met een 16e plaats op de 500 meter. Een hele knappe 4e plaats gisteren op de 5000 meter. Vandaag op de 1500 meter werd hij 13e. En nu deze afsluitende afstand. 2000 meter tijd voor Karlstad. 3:01:09. Nog steeds 36. 3:03:04 voor Thomas Bos. Blijft goed in de buurt. Ruim 2 seconden verschil. Ten gunste van Karlstad, ten opzichte van Jarmolin. Ja, het verschil is natuurlijk met name dat in routine. Karlstad die al vele grote internationale toernooien heeft meegereden. Bos die debuteert in dat verband. Maar een mooie leerschool heeft gehad bij Leen Prommer. En daarvan nu laat zien dat dat inderdaad goed is geweest. 3:37:06. Daar zijn de rondjes van 35, als hij natuurlijk de kant was, daar die Karlstad. Maar hij staat op grote prestatie, zijn 35e, rijdt een hoge. Nu toch ook voor Thomas Bos. Karlstad heeft vorig jaar een seizoen. Dat eigenlijk helemaal gericht was op de Olympische Spelen. Een seizoen dat fantastisch begon met het rijden van wereldrecord op de lange afstand in Heerenveen. Maar toen de Olympische Spelen daar waren, was Karlstad over zijn piek heen. 7 op de 5 kilometer en uitgevallen op de 10. 4:13:07, dus een laag 36. Iedereen heeft dezelfde problemen, je kunt niet constant rijden met dit weer. Het verschil trouwens is 2,5 seconden ten opzichte van Jarmolin. Inter plus dus voor Karlstad. Hij is 25, deze man uit Midden-Noorwegen, uit een sympathieke schaatsrijder.
4.49.7. 4.52.1 voor Thomas Bos. Het verschil blijft ongeveer gelijk, bijna 3 seconden nu. En Bos zit net in achter de tijd van Jeremy. Carlsen is natuurlijk nog altijd de wereldrecordhouder op de 5 kilometer. Maar ook zijn 10 kilometer tijd van 13.48.51 als beste prestatie. Mag natuurlijk met zeer veel eer genoemd worden. Bij 25.7 komt Sandra in de Karlstad. 5.29.0 voor Thomas Bos, hoge 36er. 3/2 seconden verschil voor Karlstad. Sneller dus Jermolien. Thomas Bos zit 1/10 van een seconde achter de tijd van Jermolien. Bos die toch ook een klein mentaal tikje in ontvangst heeft moeten nemen op die 1500 meter. Ten slotte was hij gisteren aan 2 afstanden de 3e Nederlander. Royaal voor Jan Kortijk. Maar die kwam met een vlammende 1500 meter Bos voorbij. 6:01.6. 4:35 op de 4000 meter voor Karlstad. 2/10 seconden verschil nu. 6:05.3 voor Thomas Bos. Ook onder de tijd van Jermolien. Zoals we zien geeft Ab Krook ook aan dat Bos doet wat van tevoren was overeengekomen. Hij geeft aan dat hij op zijn schema zit. En het is natuurlijk voor die jonge debutant uit Den Haag bepaald geen schande dat hij hier de 10 kilometer rijder bij uitstek Geir Karlstad moet laten gaan. 6:37.2, 35 op de 44 meter, 6:41.9 voor Thomas Bos. Volle seconde daarachter. Vergelijking met de tijd van Jermolien, per ronde ongeveer een seconde meer. Ruim 5 seconden nu in de plus voor Karlstad. Ja, hij is weer terug hoor, op het eerste plan. Geir Karlstad, prachtig hoe hij deze 10 kilometer aflegt. Onder die, nog weer eens gezegd, zeer wisselende omstandigheden. 7:19.6 was de tijd voor Jermolien. 7:13.1 is al de tijd voor Karlstad. Nu doorgaan in de 35ers. En 7:18.9 is de tijd voor Thomas Bos. 17e van een seconde. Ik heb het nu over Bos. Onder de tijd van Jermolien. Ook knap. Ja, buitengewoon goed optreden van Thomas Bos. Deze 10 kilometer heeft eerder laat zien dat hij deze afstand, ondanks de jeugdige leeftijd, goed aan kan. En als je dat dan ook bij je eerste optreden in internationaal verband weet waar te maken, dan is dat een compliment waard. 5200 meter voor Karlstad. 7:49.3. 6 seconden ruim het verschil met Jermolien. 7:56.0. Was ook precies dezelfde doorkomst van Jermolien op de tijd nu van Thomas Bos. Dus hij zit precies op hetzelfde schema als de rug. Daar weer die gebaren van Krook doorgaan. En nog altijd aangeven dat Bos inderdaad de afspraken nakomt. Kan nakomen, is een betere uitdrukking. Een rondje van 35-1. Dat noem je dan versnellen voor Karlstad. 8:24.4. Het verschil loopt op naar bijna 9 seconden met Jermolien. 8:32.8 is de doorkomst van Thomas Bos. En hij zit nog steeds onder de tijd van Jermolien. 16e van een seconde precies te zijn. Maar wat is deze man weer heerlijk bezig. Deze Geir Karlstad. Zoals we hem in zijn beste jaren eigenlijk hebben gezien op de 10 kilometer. Mag die eentijden van de ontdekte halen nogmaals natuurlijk niet vergelijken. Maar dit is een hele mooie 10 kilometer die hier door de Noor gereden wordt. En je ziet hem gewoon weer in zijn fantastische ritme komen. Gaat hij op 34 rijden. We vergelijken niet eens meer met Jermolien. Dan gaat hij ver onder eindigen. Vergelijking met Jermolien gaat nog wel op voor Thomas Bos. 9:09.8. 15e van een seconde. Of het is iets meer zelfs. Nee, het is 16e van een seconde onder de tijd van Jermolien. Maar hier gaat een man die ongetwijfeld de tijd gaat realiseren waar zeer, zeer weinigen nog aan zullen kunnen komen. Dit is gezien de omstandigheden een buitengewoon goede 10 kilometer van Geir Karlstad. Voortreffelijk. 9:34.1 Geir Karlstad. Ooit wereldrecord houden. Fantastisch doorschaatsend hier in Gothenburg. Bos. 9:36.
46.6 was de tijd voor Bos. Het is 15 van de seconde. Bos is sneller dan Jermolin. De beste prestatie die Marissa ooit levert op het Europese kampioenschap was een zesde plaats in het eindklassement, 4 jaar geleden in 1985. En hij zou dat graag willen verbeteren. 10-10-3 in 1936. 14 seconden zit Karlstad onder de tijd van Jermolin. 23-2. Het verschil is nu een volle seconde ten gunste van Thomas Bos. Ja, die heeft ongetwijfeld een prima toekomst voor zich als all-round counter. Deze Thomas Bos is goed thuis, bijna alle afstanden. En dan is het des te meer jammer dat die 500 meter van Karlstad toch eigenlijk nog steeds niet wil. 10-46-6. Weer wat 36 is achter elkaar. Ook Karlstad zoekt voortdurend naar het ritme, wat niet wordt verkregen door die strakke wind af en toe over de baan, Bos. Niet gelijkmatig. Daar is Thomas Bos, 11.02. Zit 19e van een seconde onder de tijd van Jermolin. Misschien is hij 15.20. Karlstad is op weg naar veruit de snelste tijd op dit moment. Bos nog altijd in de mogelijkheid om de tot nu toe tweede snelste tijd te realiseren. Mooie rit, maar ja. Dat is nu eenmaal het systeem. De beste man in de laatste 4 paar. 11-23 in een hoge 36. Bijna 15 seconden verschil met Jermolin. 11-37-1 op het Thomas Bos. Die zit 19e van een seconde nog steeds onder die tijd. 0.9 seconden faster dan Jermolin voor Thomas Bos. Daar komt de 8000 meter tijd aan van Karlstad. Net binnen de 12 minuten. 11.59.6. Bijna 16 seconden verschil ten opzichte van Jermolin. Naar de 15 minuten toerijdend op de eindtijd. Als hij dit weet vasthouden. 12.13. De 16e van een seconde voor Thomas Bos. Het verschil met Jermolin wordt steeds groter. Ruim een seconde. Het doet toch weer een beetje terugdenken aan die tijden dat Noren het gaatsrijden beheerst. Een echt tijdperk. En Stoerholt. Maar hier is dan weer een blijk van Noren die echt kunnen schaatsen. Onderwaarts op Karlstad het reed. Nu consequent in de 36. 12.36.4. Is de 8400 meter tijd van deze Steja Puursang. Thomas Bos, 12.58. 15.87. Anderhalve seconde onder de tijd van Jermolin. Beste prestatie van die 20-jarige debutant Thomas Bos. Deze. Ja, Bos gaat naar een mooie eindplacering. Prima. 13.13.3. Komt niet meer onder de 36. Karlstad is ook bijna ondenkbaar met deze weersomstandigheden. Maar de snit zit er goed in. Dat is het oude wat Karlstad altijd doet. Het ouderwetse. Het springen van het ene been op het andere. 13.28. 0 voor Thomas Bos. Bijna 2 seconden nu onder de tijd van Jermolin. Als we dan nog even in herinnering terugroepen dat Jermolin 15.20 reed, dat is voor het eens te meer buitengewoon. 13.49.8 met op 200 te gaan, op 9200 meter dus voor Karlstad. 18 seconden onder de tijd van Jermolin gaat dus in de buurt komen van de 15 minuten. Daar is Bos, 14.05.5. 2 seconden nu het verschil met Jermolin. Voor alle duidelijkheid, Bos rijdt sneller van de rug. Het zou mij niet vermaakt als hier de winnaar van de 10 kilometer in actie is. De tijd die hij gaat realiseren is buitengewoon scherp. Laatste ronde, 14.25.2 en ineens weer die mooie versnelling in de 35 gaan rijden. Dat hij het kan opbrengen deze Noord. Echt fantastisch. Streep, de laatste doorkomst ook voor Thomas Bos. 42-2, die heeft de tijd van Jermolin echt te pakken.
Gisteren gereden 10 kilometer van Geyer-Kallenstad. Dat mogen we niet wachten, moet zeggen. En kijk, hij gaat nog lekker met een sprintje de laatste 100 meter in. Hij komt dan, ja ja, onder de 15 minuten terecht. 14:59.97. Kijk ook eens even naar die slotronde. 34:7 voor Geyer-Kallenstad. Prachtig gedaan. En hier komt niemand meer aan, gelooft u mij maar. Eindtijd nu ook binnenkort van Thomas Bos, die naar de voorlopig tweede plaats kan gaan. Ja, dat kan hij. 15:18.40 voor de debutant uit Den Haag. En ook dat is een zeer, zeer goede prestatie. Kallenstad is blij, terecht. Hij heeft laten zien dat hij nog steeds meetelt in het internationale schaatsen. Hij is weliswaar de enige Noor waarvan dat gezegd kan worden op dit moment. Maar toch, hij staat er voorlopig ook met veruit de snelste tijd. 14:59. En daar moet ik u eerlijk zeggen, had ik van tevoren niet op gerekend dat iemand in staat zou zijn onder deze omstandigheden onder de 15 minuten te duiken. Puntentotalen, die zag u daar staan. Ze staan voorlopig 1 en 2 in het klassement na 4 afstanden. Kallenstad en Bos. Maar daar zal natuurlijk nog verandering in komen als we straks naar die volgende ritten gaan kijken. Nog maar eens even kijken, want we kunnen er niet genoeg van krijgen. Naar die prachtige rit van Geyer-Kallenstad. Die het echt heel goed heeft gedaan. En er moet al een klein schaatswondertje gebeuren. Wil iemand deze tijd nog overtreffen?